Nou, goedemorgen allemaal. Het is inmiddels is het woensdagochtend. En we hebben hier heerlijk geslapen. Nou, je ziet het huis hierachter. Fantastisch mooi. Heerlijk adresje. Dat is de oudste zoon des huizes. Die woont in... hij woont hier. Maar hij werkt in Nederland, bij de MESC. Dat is hartstikke leuk contact hebben we daarmee. En daardoor zijn we ook hier gekomen. Nou, we hebben heerlijk geslapen. Super gegeten. Ze is altijd heel goed voor ons. En jullie zien het waarschijnlijk wel. Het zonnetje schijnt. Dus het is prachtig weer aan het worden. Nou, dus vandaag hadden we weer een spannende dag. Gaan we zo naar de douane. We moeten nog een goede 200 kilometer rijden of zo. Voordat we aan de grens zijn. En dan gaan we naar de douane. En dan hopen we dat het allemaal weer in orde komt met de papieren. Het is elk jaar weer afwachten. We hebben als het goed is wel een naam van een hogere pief. Als het niet lukt, dat we die moeten contacten. Dus ja, dat is ook wel heel bijzonder hier. Dat vinden we ook wel heel fijn. Dus we gaan het allemaal zien. Nou, dan zijn jullie weer op de hoogte. Nou, we zijn de Poolse grens over. In een half uurtje tijd, dat valt niet tegen. Dus nou, daar staat met de rode letters Belarus. Dus ja, nu gaat het pas echt beginnen, zeg maar. Maar dit loopt voorlopig nog voorspoedig, dus. Nou, dit rijden we allemaal lekker voorbij. Al een hele rij zijn we voorbij, dus het is druk. Dus ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. Nou, hier mag ik eigenlijk niet filmen, dus ik stop er maar mee. Nou, kijk, we zijn bijna bij de grens, nog 16 kilometer. Ja, dan doen we altijd deze borden erop. Want, dan mogen we de rij vrachtwagens zeg maar voorbij, omdat we humanitaire hulp staat daar. Kan je natuurlijk allemaal wel lezen, de bovenste. Maar zo wordt dat geschreven. Dus dan gaan we hier nog even een plaspauze doen. Want ja, aan de grens kan je alleen boven een gat hangen. En dat is weer wat minder. Dus nou, daar even volgen. Kijken of hij het op mijn auto ook goed doet. Maar dat zal wel, denk ik. Nou, kijk eens aan. Het zijn magnetische platen. Dus ja, dat werkt fantastisch. Dus daar hebben we vaak voordeel bij. Dan mogen we de rij voorbij en dan... wijzen we daarop, hè? Als ze met de vinger omhoog gaan, zeg maar, van wat doe je nu? Dus, nou, we gaan even lekker plassen en dan het laatste stukje. Dus, kom goed. Nou, we hebben hier op onze slaapadres hebben we wifi. Dus dat is wel ideaal. En ik moet even ietsje recht zetten. Want ik had gezegd, we deden 5 uur over. Maar we hebben de tijd had hij al gelijk versprongen. Dus we hebben de 4 uur over gedaan. En toen... de grens over getankt, tolkastje gehaald en dat duurde ook nog een uur. Dus hadden we bij elkaar was het toch 5 uur. Maar nou, goed, we zijn blij. We hadden wel even kleine probleempjes. Maar we hadden een hele mooie contactpersoon. Een of andere directeur van de douane. En die heeft gezegd, kom goed. En dat soort ingang heb je toch nodig. Dus die hadden we heel toevallig ergens vandaan gekregen, die naam. Dus daar waren we zeer blij mee. Nou, nu gaan we even een beetje uitrusten. En dan gaan we morgen met de douane papier in orde maken. En dan gaan we lossen. Dus, nou, tot zover even onze blog. Dan zijn jullie op de hoogte. Ik hoop dat het allemaal een beetje overkomt. Nou, fijne avond voor iedereen.